kookpunt in Meidrecht? Dat is al een aantal jaren een groep mensen die hier iedere maand, iedere 14 dagen komen eten met elkaar. Die lekker eten, borreltje drinken, kopje koffie drinken, kwebbelen. Dan ben ik omstreeks de kerst vorig jaar hier geweest. Toen was de sfeer een beetje anders dan nu, hè? Ja, het is gelukkig helemaal verbouwd, het is vernieuwd, het is gemoderniseerd. Hoe zag het er toen uit? Toen was het grauw, zwart, spuugongezellig. Helemaal voor de jeugd ingericht. Het is nu ook meer voor onze doelgroep ingericht. Mensen vinden het ook heerlijk. Het ziet er knus uit. Het ziet er verzorgd uit. Je krijgt ook zo van, oh, wat is het mooi geworden en wat is dit leuk. En uit de aantallen blijkt het ook wel. Ja, en er waren grote zorgen toen. Er waren hele grote zorgen. We waren echt bang dat het helemaal zou verdwijnen. En dat vond ik toen heel erg. Trouwens, ik niet alleen. Dat hebben we aan de groep kunnen horen. Mensen vonden het allemaal erg. Ja, er waren een heleboel mensen die hier met veel plezier kwamen en graag kwamen eten. Gezelligheid, met elkaar eten. En ik zou het verschrikkelijk vinden als dat weggaat. En ik hoop dat de gemeente en de baat dat inziet. Dat dit voor oudere mensen een ideaal plan is. Dat zijn 65-plussers, alleenstaande. En die mensen vinden het heerlijk. Elke maandag om de 14 dagen. Er wordt hard gewerkt in de keuken. En er komen veel mensen, geloof ik, hè? Ja, we verwachten vanavond 27 mensen in totaal. Helemaal door vrijwilligers gerund. Een hobbykok en hobbygastvrouwen. Inmiddels lopen we met 4 gastvrouwen, want we renden het echt niet meer voor. Nou, we gaan straks eens even kijken hoe gezellig het wordt. Hoe lekker jullie eten en hoe de mensen het zelf vinden. Nou, leuk. Laat je verrassen. Smaakt het, mevrouw? Ja, het is heerlijk. En het verschil met voorheen en nu, dat het hier veel gezelliger is, lichter. Het eten smaakt meteen lekkerder, hè? Ja, het is net of alles al lekkerder is. Nou, wij kennen u ook van de vorige keer, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Dat wil zeggen dat het altijd smaakt, anders kom je niet terug. Nee, ik zal u vertellen. In de oude situatie ging ik het niet zo vaak. En nu ben ik elke 14 dagen van de partij. Het is niet alleen de entourage, het is het enthousiasme van de vrijwilligers hier en de vrijwilligsters. En ook de mentaliteit onder elkaar. Je kunt nog eens een goed gesprek met elkaar hebben. En ik kom elke keer als ik hier vandaan kom met een voldaan gevoel thuis. En dan denk ik, dat heb ik toch maar weer genoten. Het is een heel goed initiatief. En de manier waarop we hier met elkaar omgaan. En het eten verzorgd wordt door de vrijwilligers. Dan neem ik mijn petje voor af. Geweldig.